Op 16 maart is het weer tijd voor gemeenteraadsverkiezingen. De dag dat u een stem uit kunt brengen op lokale politici die u de komende 4 jaar vertegenwoordigen in de Opstallandse gemeenteraad. In een aantal verkiezingsjournaals laat zij u de komende weken in samenwerking met de gemeente Opstalland een blik zien achter de schermen. Wat bij de organisatie van verkiezingen komt meer kijken dan u misschien wel denkt. Bijvoorbeeld de organisatie op de stembureaus. Dat is binnen de gemeente Opstalland een taakje voor Gerda Bergsma. Hoewel een taakje. Gerda Bergsma is bij de gemeente Opstalland verantwoordelijk voor de bezetting van de stembureaus. Hoeveel stembureaus zijn er in Opstalland, Gerda? Gemeente Opstalland telt 18 stembureaus. En dan hebben ze dit jaar ook weer door corona ervoor gekozen dat men ook vervroegd kan stemmen. Dus op maandag en dinsdag zijn er 3 stembureaus open. En dat zijn alleen in de grote plaatsen? Ja, in Gordijk, Ureterp en een beetje Zwaag. En er is een mobiel stembureau, begrijp ik? Ja, dat rijdt op woensdag 16 maart langs de verschillende zorginstanties. Dus de Miënte in Gordijk en de Leijten in Ureterp. Maar ook een woonvorm in Wijnwoude en een woonvorm in Lippenhuizen. Dus daar gaan ze inderdaad met een busje bij langs en dan bouwen ze de boel op. En dan mogen alleen bewoners van de zorginstellingen stemmen. Nou heb je al die stembureaus, daar moeten mensen zitten natuurlijk. En dat is een belangrijke taak voor jou, want jij moet al die mensen maar zien te vinden. Hoeveel mensen zijn er nodig? Ongeveer 300. En dat is inderdaad voor de maandag en de dinsdag en dan de woensdag. Maar ook donderdag wordt centraal stemmen geteld. En daar staan ook weer zo'n 45 mensen nog weer voor nodig. Dus in totaal zo'n 300. En op zo'n dag, want zo'n stembureau is best lang open, van 's ochtends vroeg tot 9 uur. Zitten mensen daar dan de hele dag? Nee, ze worden inderdaad opgesplitst. Per stembureau worden 8 stembureauleden benoemd. En de eerste ploeg die begint 's ochtends om 7 uur. Het stembureau gaat open om 7:30. Zij draaien hun dienst tot 2 uur 's middags. En dan om 2 uur worden ze overgenomen door de tweede ploeg. En die werkt tot 9 uur. En dan op de woensdag wordt er vanaf 9 uur geteld. Nog. En heb je de ploeg al een beetje rond? Dit jaar, ja, wij hebben te maken met gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb de mensen die ik normaal gesproken heel trots en trouw op de voorzittersplaatsen in cassette, die staan veelal op de kandidaatlijst dit keer. Dus het is een beetje een grotere uitdaging dan de andere jaren. Maar tot nu toe gaat het aardig goed. Want zij mogen daar niet zitten dan, begrijp ik. Als je kandidaat bent, mag je niet op het stembureau worden. Als je naam voorkomt op de kandidaatlijst, mag je niet meedoen als stembureaulid. Nee. Oké. Jij hebt dit werk al heel lang gedaan op het gemeentehuis, begrijp ik. Hoe lang ben je daarmee bezig? Ik ben in 2012 begonnen en de Tweede Kamerverkiezingen van toen waren mijn eerste inderdaad. En ik sluit af met deze verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. En hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n verkiezing? Is dat een beetje van de laatste maand of is dat echt al maanden van tevoren? Zo'n 4 à 5 maanden van tevoren en dan beginnen we inderdaad met de voorbereiding. Jij gaat wat anders doen binnen de gemeente, begreep ik? Ja, ik heb een nieuwe baan. Ik ga aan de slag bij vergunningen, handhaving en toezicht. Ja. Heel leuk. En jij draagt het stokje wat de verkiezingen betreft over aan een collega? Dat klopt. Juist nu, omdat het natuurlijk het makkelijkst leert in de praktijk. Dus ik heb mijn collega Frida Jeger die met mij meeloopt dit jaar. Frida, we staan bij een tafel vol met groene kisten. Waar zijn we? We zijn op dit moment in de kelder van het gemeentehuis. En hier vullen wij op dit moment de stemkisten die op elk stembureau komen te liggen. Met allerlei kantoorartikelen, slootjes, sloten voor de stembussen en routebordjes voor de stembureaus. Dus alles wat nodig is om in het stembureau de werkzaamheden te kunnen doen. Ik zag ook een grote loep liggen. Ja, die is ook nodig voor controleren van de documenten. Mensen komen natuurlijk met paspoort en ID-kaarten, maar ook met buitenlandse zaken, speciale documenten. Dus die moeten allemaal goed gecontroleerd worden. Er worden documentenboekjes in gelegd, zodat men iedereen kan controleren op juistheid. En kunnen de stemmers die loop ook gebruiken om de kieslijst beter te kunnen bekijken? Dat mag ook, bekijken. Inderdaad. Ook. Ja, okay. Zeker, daar zijn ze ook voor geschikt. Jij hebt nu je gaat het stokje overnemen. Klopt.
Ben je al een beetje helemaal in de mood voor de verkiezingen? Ja, zeker. Ik heb ook al 2 keer eerder zelf op een stembureau hier in de gemeente gezeten. Dus ik weet een beetje hoe het allemaal werkt. En Gerda die brengt me nu alle kneepjes achter de schermen helemaal bij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Op naar 16 maart? Zeker weten, op naar 16 maart. Op wie moet u nu gaan stemmen op 16 maart? Dat ga ik u niet vertellen. Maar SAG gaat u wel helpen bij het vinden van de partij die het best bij u past. Kijkt u op onze site sag24.nl, dan vindt u de reactie van alle 8 deelnemende partijen aan de Opstlandse raadsverkiezingen op een aantal stellingen die wij hen hebben voorgelegd. Een van de stellingen gaat bijvoorbeeld over de Lelylijn, de mogelijke treinverbinding die ook langs Heerenveen en Drachten en dus over een groot deel van Opstlands grondgebied gaat. Is dat een zegen voor deze regio? Is het misschien wel noodzakelijk om deze regio leefbaar te houden, om de dorpen vitaal te houden? Hoe de 8 partijen op deze stelling reageren, kunt u dus lezen op sa24.nl. Samen met de reactie op 13 andere stellingen. Al die duizenden uitgebrachte stemmen moeten ook worden verwerkt. En hoe dat in zijn werk gaat, dat weet Arjen de Vries, medewerker verkiezingen van de gemeente Opsterland. Arjen, wanneer begint het tellen van de stemmen? Nou, het tellen van de stemmen dat gebeurt in 2 fases. Ten eerste op woensdagavond op de stembureau zelf. Dan wordt er op partijniveau geteld nadat de stembus is gesloten om 9 uur. En de volgende dag op donderdag, dan is eigenlijk de tweede telling. En dan wordt er op kandidaatniveau geteld. En ja, dat ligt allemaal vast in procedures vanuit de kieswet. Dus op de avond van de verkiezingen is bekend hoeveel zetels de partijen hebben en de voorkeurstemmen op kandidaten wordt pas later bekend. Dat klopt. Hoe bepaal je hoeveel zetels een partij heeft? Nou, het aantal zetels per partij, dat wordt bepaald aan de hand van de kiesdeler. Dat is het aantal totaal uitgebrachte geldige stemmen, gedeeld door het aantal zetels wat te verdelen is. Dat zijn er 21 in Opsterland. Daar komt een getal uit. Dan kijken we eerst hoe vaak dat in het totaal aantal stemmen per partij past. Nou, dan krijg je een aantal zetels. Dan blijven er nog een aantal zetels over. Dat zijn de restzetels. En daar is een vrij ingewikkelde berekening voor. Daar komt dan ook weer een aantal uit. Sommige partijen krijgen wel iets, andere niet. En dan kom je als het goed is op een totaal van 21 zetels uit. Dat iedereen stemt op een persoon. Hoe werkt het met voorkeurstemmen? Ja, iedereen stemt dus niet op een partij, maar in principe op een persoon. Dan wordt er natuurlijk heel vaak op een kandidaat of een lijsttrekker gestemd. Maar je kunt ook op een andere kandidaat stemmen en dan krijg je een voorkeurstem. En hoeveel voorkeurstemmen zijn er nodig om op basis van voorkeurstemmen in de raad te komen? Nou, je hebt daarvoor ongeveer 120 tot 150 stemmen nodig. En dan kun je dus met voorkeur in de raad komen. En dan ga je dus voorbij aan de volgorde die de partij zelf heeft bedacht. En hoe wordt bepaald wat het exacte aantal voorkeurstemmen is? Dan zit je weer met die kiesdeler en dan moet je 25% van dat aantal stemmen hebben gehaald. En in de praktijk betekent dat best wel dat er mensen op basis van voorkeurstemmen in de raad komen? Hè? Ja, dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt regelmatig. Dus daar kun je echt je voorkeur voor een kandidaat goed naar voren laten komen? Ja, precies. Als je voorkeur voor een bepaalde kandidaat hebt en die staat niet op een hele hoge plek, kun je toch voor zorgen dat die persoon in de raad komt. Inwoners van Opsterland, de verkiezingen komen er aan, nog 3 weken. En nu is het zo dat wij op uw stembureaus nog wel wat meeskenbroeken kennen. Dus ben je een inwoner van Opsterland, 18 jaar of ouder en heb je hem nog om u te helpen? Stuur dan op www.opsterland.nl/verkiezingen of stuur een berichtje naar verkiezingen@opsterland.nl, want wij kunnen je hulp heel goed broeken. Dank u wel. Meer informatie over de Opsterlandse gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de site van de gemeente www.opsterland.nl. Maar houdt u ook de SA in de gaten in de wekelijkse krant en online op sa24.nl. Wij volgen de verkiezingscampagnes op de voet en organiseren een aantal verkiezingsdebatten. Bent u bijvoorbeeld geïnteresseerd in hoe het verder moet met de energietransitie in Opsterland? Kom dan op donderdag 3 maart naar MFC De Swingel in Wijnwoude. Vertegenwoordigers van de 8 deelnemende partijen gaan dan over dit onderwerp met elkaar in debat. Tot zover het eerste SA-verkiezingsjournaal. Tot volgende week.